Waar heb je zin in? Oh, het is gewoon helemaal wit. Zo mini. Kleine balletjes. Kijk maar, ook kijk. Ja, lekker. Ik denk dat jouw meiden het heel erg lekker gaat vinden. Is het voor hen? Ja, wil je dat ik zeg? Ja, dan is het voor de kinderen. Ja, wil ik zeggen, ja. Oh, chocola. Nee joh, dit is... Is het lekker? Het lijkt wel iets te smeerbaars voor een brood. Mag ik maar proeven? Niet knijpen. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Wij zijn onlangs naar een Poolse winkel gegaan. Bij ons hier in het centrum. Ja. In Emmeloord. Voor het eerst. Ja, nog niet eerder geweest. Nee. En hebben we allemaal weer nieuwe dingen gezien. Nieuwe producten. En toen kwamen we op het idee om wat Poolse producten te laten zien. En uit te proberen. En uit te proberen, inderdaad. Ja. Dus we hebben wat spullen ingekocht. Tada! In de winkel daar. Mand vol. En niet te vergeten een lekker biertje, hopen we dan. Althans. Dat hopen we, ja. Moeten we even met wat gaan pakken allemaal? Ja. Dus we hebben hier een zakje chips. Ik denk lente-ui. Prei of lente-ui. Ja. Zijn er nog niet helemaal uit, maar... Misschien proeven we het wel. Eén van de twee. En we hebben hier nog andere drinken. Helena Oranzada. Dus je zou denken dat het misschien iets van... Sinaasappels smaak dan. Ik zie snoepjes erop staan ook. Nou, ik hoop niet dat het heel zoet is. Ik hou er zelf niet zo heel van. Heel erg van. En we hebben hier... Ja, het lijkt wel een soort chocolaatje dan of zo. Grzetski Chichi. Wafelki. Dus iets met wafel. Oh ja, iets met koek dus. Ja, dat lijkt erop. Met blauw. We gaan geen doen. Deze is niet... Nee. Een hard snoepje. Oh. Laat hem gelijk al kapot. Nee, het lijkt gewoon op een fruitsnoepje of zo. Ja, ik heb hem dus al open. En het bruist een beetje. Een beetje schuimachtig zit. Echt? Ja. Het is heel zuur. Er is een beetje een soort soppel erin zit of zo. Hij is wel zuur, ja. Mm-hmm. Ik vind het wel lekker. Ja, aan de buitenkant is het dan een vruchtsmaakje. Mm-hmm. En binnenkant zuur. Ja. Ja, ik denk dat de meeste kinderen dit wel gewoon prima te doen vinden. Dus, van ons ook. Oké, dan. Nou, jij mag kiezen. Mag ik nu wat kiezen? Ja. Nou, dan gaan we een chipje proberen, denk ik. Oh, lekker. Zin in. Laten we even een lekker zakje chips overtrekken. Okay. Jij wel? Ja, ik vind hem wel erg lekker. Ja? Dus jij gaat vanaf op? Misschien nog een beetje straks. Zullen we drie kopen doen? Maar die of die andere? Deze, moeten we die in een glas of...
Ja, die gaan wij proberen. Er zit wel prik in, lijkt het. Oh, het is... Ja, ik drink nooit energiedrank. Oh ja. Maar daar ruikt het naar. Ja, inderdaad. Vandaar die snoepjes en zo. Zou dat echt zijn? Het is iets minder zoet dan ik had verwacht. Ja, maar ik zou niet een blikje leeg drinken. Ik zal even glas maken. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Wat denk jij? Ik heb inderdaad ook zo'n rood-roze kleurtje idee erbij. Zo gewoon qua zo'n limonade smaakje zit er ook een beetje aan. Oh, het is gewoon helemaal wit. Het ziet er echt uit alsof het gewoon bruiswater. Ja, bruiswater. Of 7-Up. Ja. Ja. Deze wil je. Met chocolade. De wafel, chocolade, dingen. Ik voel hem wel heel klein trouwens. Niet zo als hoe groot ze zijn op de verpakking. Zo mini. Kleine balletjes. Moet je hier ergens aan denken? Ja. Ik weet het niet zo goed. Ja, dat zou, zou kunnen. Ja. Maar die zijn iets. Hier zit nog een net ander smaakje bij. Nou, wel oké. Okay. En ook op vanavond? Nee, nee. Ja, door jou ja. Nee. Meisje. Kun je next? Ik hou dus meer jouw ding. Jij bent ook meer van het chocola met Milka, met wafel en zo. Oh, heerlijk. Ja. Ik ben gewoon meer als chocolade, dus het gewoon moet ook gewoon chocolade zijn. Dat is wel. Lekker halen. Ja. Oh, de zachte snoepjes. Ik kies voor jou. Zachte inhoud. En je ziet gewoon, je ziet ook. Kun je het zien? Nee. Daar zie je het. Je ziet het wel. Ja, je ziet het wel. Rood in het midden. Het zal wel. Hoe heet die snoepjes? Ja. Okay. Oh ja. Oh, dit zijn van die hele vieze. Ik dacht dat zijn misschien van die. Noem je die dingen? Winegums. Ja, dan. Nee, ja. Van die. Wat zijn die dingen dan? Ik weet het niet. Wat ook in die strooigoed zit. In het strooigoed zit hartjes. En er zitten van die. Met dit suiker erop. Ik weet het niet. Kijk maar, ook kijk. Ja, lekker. Maar wel opeten, hè? Oké. Okay. Moeten we het proberen? Helemaal. Moeten we het proberen? Ja, oké. Okay. Toch? Ja, daarvoor zitten we hier. Dat is waar. Nou, proef. Een kwart. Niet lekker? Nee. Ik vind het echt vies. Ik vind het echt vies. Ja? Ik vind het ook echt vies. Maar is het vies om dan hoe de structuur is? Of echt? Nou, gewoon de smaak. Eigenlijk alles. Ja, structuur en de smaak. Ja? Ja. Ik denk dat jouw meid het heel erg lekker gaat vinden. Is het voor hun? Ja, wilt u dat ik zeg? Ja, dan is het voor de kinderen. Ja, wilde ik zeggen, ja. Ik denk dat dit echt vies is. Ja. Ja. Zou er ook nog een saus bij zitten? Er staat een potje saus erbij. Wow. Ik ben echt meer van de normale dingen, hoor. Heftig, hè? Die zeggen wij naar ruimte. Ja. Best wel heftig. Oh, nee, maar nee, gewoon naar een of ander sausje of zo. Ja, goed. Ah, het is wel ribbelchips. Het is op mijn verjaardag houdbaar. Oh, dat tot mijn verjaardag. Oh, we kunnen bewaren. Ja. Misschien is dit wel goed als op mijn verjaardag. Het is nu open. Ja, het is een beetje slof. Ja, mag ik eentje bakken? Jazeker. Nee, joh. Het smaakt ook echt wel hoe, naar hoe het ruikt, zeg maar. Nee? Nee, hier word ik echt niet blij van. Ja, het is wel grappig bedacht. Ik zou zeggen, laten we even deze openen. Hier is ondertussen een fles aan het drinken. Dus af en toe even kijken of die er nog in zit. Om even de smaak mee weg te spoelen. Hoe spreek je het uit? Bier. Denk je? Bier. Leg. Leg. Baratzoni Drzek Skladnikov. Sorry, maar voor mijn uitspraak vast. Hoeveel procent zit erin? Er zit 100% bier in. Of 4,8% alcohol. Heel veel biertjes vind ik, omdat ik niet zo heel erg een bier drinken ben, hebben nasmaakjes. Deze? Oh. Ja, ja. Deze heeft wel een nasmaakje, ja. Echt een biersmaak. Ja, dit is een... Niet te vergelijken met Heineken of zo. Nee? Ik denk dat dit meer goedkoop.
goedkoper biertje. Ja, dat Nederlands lijkt, goedkoop biertje. Lijkt er wel op, ja. Heel sterk. Ja, want het is echt zo'n beetje evenementenbier, lijkt het. Ja, inderdaad. Super goedkoop, ingeslagen en voor €3 per glas. Gooi het weer over de toonbank terug. Ja, ik vind het wel niet lekker. Nee? Nee. Het is geen Lef Blond, hè? Nee, och. Nee. Als Lef Blond nog partners zoekt om mee samen te werken, zijn we altijd beschikbaar. Gaan we deze ook doen? Of gaan we deze bewaren nog? Gaan we deze bewaren voor Lois? Nou, dan kunnen we. Ja. Kijk wat zij ervan vindt. Die gaan we even bewaren. We hadden in de Poolse winkel ook nog wat voor Lois gehaald. En dan gaat Lois ook even uitproberen nu. Welke ga je eerst doen, Lois? Laat zien. Die ga je eerst doen? Nou, maak hem maar open. En wat is het eigenlijk? Moet maar even kijken. Dit is een yoghurt. Ja, wat zie je met vanille en appel. Appel. Ja. Nou, dat is zo'n knijpfruitachtige ding met yoghurt. Kijken of Lois het lekker vindt. En hoe ziet het eruit? Mag ik mama kijken? Nou ja, het ruikt. Kijk. Hoi. Wat vind je ervan? Vind je het lekker? Het is wat dikker. Er zit inderdaad yoghurt in. En vanilleproefje. En banaan. Dat proef je ook heel erg. Appel. Appel zit erin, proef je ook heel erg. Nou, Lois vindt het wel lekker. Zullen we de andere proberen? Gaan we die even dicht doen? Die? Ja, ik weet niet wat het is, maar zal het gewoon chocola zijn? Pure chocola wat je gewoon gaat eten? Ja, maar mama gaat het openmaken, oké? Appel. Oh, misschien is het wel iets van een mousse of zo, chocolademousse. Zullen we eerst eens ruiken? Ga eens ruiken. Lekker? Ja, het ruikt naar chocolademousse. Zullen we ook kijken hoe het eruit ziet? Oh, chocola. Oké, proef maar. Proef maar. Kijk eens. Komt er al uit. Maar dat lijkt me niet gezond als je dit hele... Ja, wat is het? Zakje leeg knijpt. En opeet. Nee joh, dit is... Is het lekker? Het lijkt wel iets smeerbaars voor op brood. Mag ik maar proeven? Oh, dit is gewoon pasta. Niet doen, niet knijpen, niet knijpen. Niet knijpen. Ja, schat, het is hartstikke lekker zo, maar we gaan het niet zo opeten. Kom maar. Dat is echt niet goed voor je. We kunnen het wel op een beschuitje doen. Ja. Ja, ik denk dat dat wel heel erg lekker is. Dan is gewoon pure pasta wat ze aan het eten is. Ik vind Lois wel heel erg lekker, maar dat is niet de bedoeling, denk ik. Ja, is een beetje. Mama heeft de deksel er andersom op gedaan. Zo. Ja, laten we dat erop gaan smeren. Dan zit er nog maar eentje in, dacht ik. Oké. Zo. Oké. Mama helpen? Woe. Lekker. Lois, lekker. Lois is gek op pasta. Nou, moeten we even smeren. Ja. Nou, kun jij lekker je beschuitje met pasta eten. Pasta. We hebben nog de vormpjes, denk ik. Ik denk dat hier niet zoveel verkeerd is. Nee. Sorry. Chemisch? Ja, maar raar chemisch. Oh ja. Oh. Kijk, het lijkt nog wel aan iets van... Zie je dat? Oh ja. Belletjes op zag je zitten. Ja. Ik weet niet of het zichtbaar is. Zo, voor ons ziet het er in ieder geval wel zo uit. Het is op zich wel. Het is niet een hele heftige smaak. Nee. Maar of het echt lekker is? Nee. Nog geen. Hij is echt sterk, ja. Dat zie ik. Eindconclusie. Wat vond je ervan? Ja, wat is je... Eindconclusie. Ja, als eerste vond ik het heel erg leuk om het te doen, om het te proberen. Ja. En ik was wel nieuwsgierig. We waren. Oh, sorry. Nee, maar jij? Ik was wel nieuwsgierig inderdaad ook. Ja. Naar wat. Ja, we hebben nog veel meer dingen gezien, hè, in de winkel. En ja, ook gewoon Milka, reepen, chocolade. Ja, ja, natuurlijk. Je hebt ook de. Van alles. Er staan wel Poolse dingen op. Ja, dat is waar. Ja, dat is maar ik vind deze wel lekker, die chips. Ja, op zich. Deze lekker. Die chocolade, wafeldingen. Nou, ik denk dat deze nog het meest positief zijn. Nou, de chips, nee, daar hou ik echt niet van. Maar dit was een beetje raar, echt
echt een rare lucht eraan. Jip. Ja. Ga je nog even wat vertellen? Ja, ga je nog even wat vertellen? Hallo allemaal. Hier ben ik. Ik ben Jip. Ga wat zeggen. En ik doe voor die woodpecker aan. Maar ik denk niet dat we heel veel van deze dingen nog een keer zullen lopen, toch? Nee. Wanneer zullen we echt weer die winkel een keer ingaan? Voor een cadeautje voor iemand of zo. Ik ben allergisch. Gezondheid. Voor chips. Ja, was het maar zo. Ja, was het maar zo. Was het maar. Voor alles lekkers. Nou. Ja, bedankt voor het kijken. Ja. En een goede reis terug. Oh nee, dat is het niet. Toch? Nee. Nee, we hopen natuurlijk dat jullie het leuk vonden om te zien. En ja, ga zelf ook een keer wat uitproberen. Geef dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Hieronder op ons kanaal. En als je ook nog het belletje aanklikt, dan ben je elke keer op de hoogte van de nieuwe video's die